Maurice Ravel leefde van 1875 tot 1937. Hij moet een bijzondere verschijning geweest zijn. Altijd perfect gekleed volgens de laatste mode. Een Parijse dandy. In zijn bagage voor een tournee naar Amerika nam hij mee 60 overhemden, 20 paar schoenen, 75 stropdassen en 25 pyjama's. En Ravel was trots op, zoals hij zelf zei, de beste verzameling stropdassen in Parijs. Het Nederlands Kamerorkest speelt deze week een programma met Ma Mère Loi, Verhalen van Moeder de Gans, van Maurice Ravel. I always had the impression, my God, if everybody would speak Ravel, I would understand everybody. You know, it's more than a language. It's just so intimate. It's just so right in the center of some events that I think many people try to go there, and they go on their own way. But the way he goes is just, to me, such a personal open door. Ma Mère Loi, dat is een suite. Het bestaat uit 5 deeltjes. En het is gebaseerd op sprookjes. Ja, van Moeder de Gans. En er komen allerlei sprookjes voor. Dus Klein Duimpje, Door een Roosje en ook Belle en het Beest. En in Belle en het Beest, daar komt de contrafagot voor. Dit is het beest. Het beest, dat is eigenlijk een heel lief beest. Alleen het ziet eruit als een beest, als een gruwelijk monster. Maar het is namelijk betoverd door een fee. En dus van binnen is hij eigenlijk een prins. Het is niet zo dat het stuk dat hele dat verhaal uitbeeldt, maar je hoort... Het meisje wordt uitgebeeld door een klarinet. En je hoort het zieke beest dat op sterven ligt. Dat is de contrafagot. En je hoort ook dat het meisje daar naartoe gaat. En het gaat naar een hoogtepunt. Want ze zegt, ik wil met je trouwen. En dan ineens hoor je bekken. Tsching. En dan is het beest weer gewoon een prins geworden. En dan wordt de contrafagot opzij gezet. En dan gaat de cello verder. En de klarinet wordt ook opzij gezet. En dan wordt een viool. Veel dingen berusten op toeval. Het is niet zo dat ik als kind al gedroomd heb om contrafagotist te worden, nee. Ik heb vroeger heel veel andere instrumenten gespeeld. Ik ben begonnen als violist, toen klarinet. En toen ben ik nog 2 jaar drummer geweest in een punkband. Dus dat was ook wel een hele heftige periode. En toen kwam ik op straat iemand tegen die zei, speel jij fagot? We hebben nog een fagot nodig in het orkest. En toen zei ik, ja natuurlijk. Ik wist bij God niet hoe dat eruit zag. Maar toen ben ik begonnen met fagot. Grepertabel naast de lessenaar, biertje eraan. En zo ben ik begonnen. Ja. En op een gegeven moment vroegen ze, speel je ook contrafagot? Ja, dan zeg je ook niet snel nee. I think he is a very, very strong man. I think you have to be very strong of your own beliefs to be so soft as he can be. It's a very special character.
very special character. I always feel with him this softness that he is always so good, that there is some phenomenal wooden center. It's like a stone, like a fossilized wood. You know, something very, very old, and very sure, and very strong. Naast twee stukken van Ravel staat ook het eerste pianoconcert van Chopin op het programma, met als solist Dejan Ladzic. Wij wensen u een mooi concert met het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Gordon Nikolic.